De regering Santokki-Brunswijk is ondanks de vele aanvallen en kritiek vastberaden om Suriname uit de crisis te halen. Dit benadrukte president Chandrika Prasad Santokki vandaag in de Nationale Assemblée. Een Suriname met welzijn voor een ieder is realiseerbaar volgens het staatshoofd, omdat het land genoeg potentie heeft in de vorm van natuurlijke hulpbronnen. Santokki zegt dat een ieder, ook de diaspora-gemeenschap, ingezet moet worden om de nodige veranderingen teweeg te brengen. Wij zullen als regering doorgaan, ondanks soms veel kritiek, ondanks soms aanvallen. We gaan door om de problemen op te lossen. We gaan door om de crisis aan te pakken. We gaan door om die oplossing te brengen voor alle delen van de samenleving. Meneer voorzitter, we gaan niet rusten totdat alle problemen opgelost zijn. Ja, het is zwaar nu, maar komen betere tijden als we op deze wijze onze maatregelen verder gaan implementeren. Meneer voorzitter, ik heb de overtuiging, wat ik vandaag in het parlement gezien en gehoord heb, dat ook met deze constructieve houding wij een bijdrage zullen leveren om een stukje rust te brengen in de samenleving. Meneer voorzitter, we willen namelijk een mooi land en we gaan door. Zoals we dat altijd zeggen en zingen, meneer de voorzitter, Fuseta Kondreboom. Lexana Mang, Lexana Uma, Lexana Peking, meneer de voorzitter. En Wachara Kondre Kafesi, Lekvau Gwentif Singi, Legado de Ufesi Mang, meneer de voorzitter. Mag ik bedanken? Dank u wel. DNA-leden vinden dat er veel binnen het beleid veranderd moet worden om weer rust in de gemeenschap en de economie te brengen. Het staatshoofd haalde enkele punten aan die moeten bijdragen aan een betere economie. Zo liet hij weten dat de nieuwe bankwet vandaag wordt afgekondigd. De nieuwe wet is bedoeld om nieuwe regels overeenkomstig de ter zake geldende internationale standaarden voor het centrale bankwezen vast te stellen. Op 24 april zal de installatie van de anticorruptiecommissie plaatsvinden. Ja, lang voorbereid worden, zodat we ook in Suriname eindelijk conform de anticorruptiewet, meneer voorzitter, de anticorruptiecommissie ook zullen hebben, meneer voorzitter. Maar aan de andere kant moeten we ook rekening houden met andere lopende processen, zoals eerder aangegeven door de minister van Financiën, namelijk het IMF-programma. Bij deze vergadering heeft de president informatie gegeven over de koersontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de samenleving.